Goedemorgen allemaal. Ben ik goed te verstaan? Fijn. Ook de mensen van de livestream, goedemorgen. Fijn dat jullie meekijken vanaf je vakantieadres of waar ook maar in Nederland. Sleutels tot echt geluk. Dat is eigenlijk het thema van de boodschap van vandaag. Het is ook een beetje geschreven met het oog op de vakantietijd, waarin je vaak ook wel een tijd hebt van terugkijken, van bezinnen, van ontspannen. En ook van de vraag van, ben ik nou echt gelukkig? En waar leef ik nu eigenlijk allemaal voor? Het zijn van zo van die vragen die kunnen zo opkomen, hè, tijdens je vakantie. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat heb ik dan wel eens. Ik wil mijn boodschap beginnen met een vraag. Wat is het kortste verhaal wat je ooit gehoord hebt? Jezus leeft. Dat is niet speciaal een geestelijke vraag, gewoon, wat is het kortste verhaal dat je ooit gehoord hebt? Nou, het kortste verhaal wat ik ooit gehoord heb was, let goed op, er was eens een man en hij leefde nog lang en gelukkig. Kort verhaal toch? Prachtig verhaal, het loopt goed af. Kost niet te veel tijd. Maar eigenlijk houden we wel van dit soort verhalen, is het niet? Verhalen die goed aflopen. Hij leefde nog lang en gelukkig. En is het niet zo dat we dat eigenlijk allemaal graag willen? Lang en gelukkig leven. Gewoon simpel gelukkig zijn. Dat is wat we toch allemaal naar verlangen, is het niet? Dat heb ik wel. Ik wil graag gewoon simpel gelukkig zijn. Niet te veel gedoe, niet te veel toestanden. Ik wil gewoon simpel gelukkig zijn. En ik denk dat heel veel mensen daarnaar verlangen. Heel veel mensen in Nederland zeggen gelukkig te zijn. En Nederland staat zelfs in de top 5 van de meest gelukkige landen ter wereld. Dat kun je nagaan. Heb je het wel eens bij stilgestaan, hoe goed wij het met elkaar eigenlijk hebben? Dat is uit onderzoek gebleken, hè? Dat zijn gewoon vragenlijsten en daaruit blijkt dat Nederland staat in de top 5. Dat is heel bijzonder. Maar ik denk ook, laten we eerlijk zijn, niet iedereen is gelukkig. Ook niet in Nederland. Er zijn wel verschillen. Maar wat bepaalt nou of je je gelukkig voelt of niet? En waarom is eigenlijk de ene mens wel gelukkig en de andere mens niet? Goeie vraag. En daar is onderzoek naar gedaan. Aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Er zijn namelijk 3 factoren die bepalen of je gelukkig bent. Die staan hier achter mij genoemd. En ik weet niet of je dit wil horen. Het is wel echt even een reality check. Want als je dit gaat horen, dan kan blijken dat je misschien wel heel gelukkig bent. Of misschien wel juist niet zo gelukkig. Maar laten we ze maar even doornemen. Het eerste is je afkomst. Dat is de eerste factor die enorm bepalend is voor je geluk. Dat is namelijk het land waar je geboren bent. Nou, ik zei al even, Nederland staat in de top 5. Wat dat betreft hebben wij geluk gehad als je hier geboren bent. Over het algemeen is het zo dat mensen die geboren worden in westerse landen veel gelukkiger zijn dan mensen die geboren worden in niet-westerse landen. Verder maakt ook uit of je man of vrouw bent. Over het algemeen hebben mannen meer kans op geluk. Als man ben je dus in het voordeel. Ook je huidskleur speelt een rol. Het is niet leuk om te zeggen, maar blanke mensen hebben een grotere kans op geluk dan niet-blanke mensen. Mensen uit rijke families hebben een grotere kans op geluk dan mensen die niet uit een rijke familie komen. Ook dat blijkt allemaal uit onderzoek. Het is niet een mening, hou me even de roede, dit is onderzoek. Mensen met een sterke gezondheid hebben meer kans op geluk dan mensen die met een zwakke gezondheid worden geboren. En dat heeft dus allemaal te maken, eigenlijk niet zozeer met jouw persoonlijke invloed, maar gewoon, waar kom je vandaan? Wat zijn jouw wortels? Wat is je afkomst? Dat is dus de eerste factor die bepaalt of je gelukkig bent. Tweede factor zijn gebeurtenissen in je leven. Omstandigheden. Gebeurtenissen kunnen een grote invloed hebben op je welbevinden, op je geluksgevoel. Denk even aan het feit dat je ziek kunt worden. Overlijden. Je kunt ontslagen worden of een goede baan hebben. Je kunt conflicten hebben of in vrede leven met mensen. Dat heeft allemaal invloed op je gezondheid, op je werk, op je relaties. En dat heeft een hele grote impact op je
geluksgevoel. Afgelopen week is in mijn familie iemand overleden. Mijn zwager is overleden en hij was 48 jaar. Hij had 4 broers en gisteren is hij begraven. Wat een verdriet. Wat een verdriet. En ik deelde dat van de week op mijn werk met een collega. En die vertelde spontaan, ja, mijn zus, die ligt ook slecht. Die heeft ook kanker. Mijn zwager had leukemie. En ze ligt op sterven. En ze is gescheiden. En ze laat een zoontje achter. Zomaar even uit het leven gegrepen. Weet je, dat soort gebeurtenissen, het kan zo'n impact hebben op hoe je je voelt. En wat een verlies. En dat is niet voor even, weet je wel. Dat is, voor je gevoel is dat voor de rest van je leven. Dat dat impact heeft. En ik denk dat iedereen wel voorbeelden kent van gebeurtenissen die je gewoon diep kunnen raken. Ik heb er net een aantal genoemd, hè, maar ik maak het even gewoon heel persoonlijk. En dan is er een derde factor en dat is jouw persoonlijke reactie op al deze dingen. Jouw invloed. Je hebt tenslotte invloed hoe je omgaat met kansen en tegenslagen. Of je dat laat overkomen, of dat je je daartegen verzet, of daarin berust of niet. Er zijn allemaal verschillende manieren. Nou, deze professor die dit heeft uitgezocht, deze 3 factoren, die geeft eigenlijk in de literatuur geeft hij een voorbeeld. Hij zegt, hoe werkt het dan in de praktijk? Hij zegt, iemand kan bijvoorbeeld kleine of geringe levenskansen hebben, omdat hij of zij in een wetteloze samenleving woont. Dat is dan even niet Nederland, hè, maar een andere samenleving, machteloos is en zelf nog slim, nog mooi is. Nou, dat is de afkomst, hè? Dat is die eerste factor. Zo iemand kan heel wat negatieve dingen meemaken. Hij kan bestolen worden, opgelicht, vernederd en uitgestoten worden. Die persoon zal zich daardoor vaak angstig, boos en eenzaam voelen. En op basis van die ervaringsstroom, of die stroom van gebeurtenissen, zal hij zijn leven over het algemeen negatief evalueren. En die persoon zal dus een kleine kans hebben dat hij gelukkig is. En toen ik dit las, en ik vond het eigenlijk een weinig opwekkend verhaal toen ik dit las, toen moest ik helaas tot de conclusie komen dat de kansen op geluk in dit leven niet eerlijk verdeeld zijn. De ene heeft een veel grotere kans op geluk dan de ander. Het is gewoon niet waar dat wij in een wereld leven van gelijke kansen. En als je geraakt wordt door het leven, en dat worden we allemaal, dan is de kans groot dat je op zoek gaat naar je eigen geluk. En waar gaan we dat zoeken? De een gaat roken, de ander gaat blowen. En we proberen onze pijn als het ware te verdoven, op allerlei manieren. Maar als je dat een tijdje gedaan hebt, dan merk je ook dat daar een eind aan komt. En dat het vaak ook schadelijk is voor je eigen gezondheid en leidt tot je eigen ongeluk. Dus laten we eerlijk zijn, het leven is niet eerlijk en de kansen zijn ook niet gelijk verdeeld. Nou ben je vandaag in een kerkdienst en je denkt, wat heeft dit met God te maken? Nou, eigenlijk heel weinig. Want wat ik nu vertel, was niet Gods plan en het is niet Gods plan. De Bijbel spreekt over het koninkrijk van deze wereld. En dat is de wereld waar wij nu in leven. De wereld die ik net beschreven heb. Maar God zegt, ik heb een ander koninkrijk. Ik heb een ander plan voor jullie. God heeft een andere weg, een ander plan en een ander koninkrijk. En daarom sta ik hier vanmorgen om dat goede nieuws met jullie te delen. Want God wil dat je gelukkig bent. Laten we dat samen vaststellen. God wil dat je gelukkig bent. En heel veel mensen worstelen met de vraag, wat is Gods wil eigenlijk voor mijn leven? En weet je, als je wil weten wat Gods wil is, dan moet je kijken naar het begin van deze schepping. Als ik de Bijbel lees, dan spreek ik over, dan lees ik over de Hof van Eden. Die plek waar alles volmaakt en gelukkig was. En waar mensen met God wandelden in zijn nabijheid, in zijn liefde, in zijn geborgenheid. En de tweede plek waar ik kijk, als ik Gods wil ontdekken, dan kijk ik naar Openbaring. Er wordt gesproken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En er zal een plek komen waar alle tranen zullen worden afgewist. Waar iedereen gelukkig zal zijn.
Dat is wat God wil. Dat is wat God wil. Maar het koninkrijk van deze wereld is nooit Gods plan geweest. Dat we zo zouden eindigen in deze situatie met ongelijke kansen, met pijn en verdriet. Met al die dingen die ons overkomen. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. Ja. Ik merk dat het me raakt. En daarom kwam Jezus naar de aarde. Hij zei, ik kan het niet langer aanzien, deze situatie hier op aarde, dat al die mensen zo moeten lijden. Hij zei, ik kom vanuit de hemel naar de aarde, ik ga sterven aan een kruis, en al die ellende, die neem ik op mijn rug. Ik neem die ellende op mijn rug, en ik ga het van jullie overnemen, zodat jullie geluk kunnen ontvangen, het geluk vanuit de hemel. Dat is de reden dat Jezus naar de aarde kwam. En dan zei ik ben niet gekomen voor mensen die denken dat ze sterk zijn en gezond en alles kunnen en tevreden zijn. Ik ben gekomen voor mensen die geraakt zijn door het leven. Die gebroken zijn. Mensen die arm van geest zijn. Mensen die niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Mensen die hulp nodig hebben. Voor die mensen ben ik gekomen. Er is een ander woord voor goddelijk geluk. Goddelijk geluk is niet het geluk wat deze wereld geeft. God neemt een hele andere route om ons gelukkig te maken. Er is een ander woord voor goddelijk geluk. Het geluk vanuit de hemel. En dat is zegen. Het woord zegen is goddelijk geluk. Dat is het geluk wat God geeft. Hij wil ons zegenen. En weet je wat het mooie is van goddelijk geluk? Dat geluk gaat niet op en neer met de omstandigheden. Het is niet veranderlijk, de ene dag zus, de andere dag zo. Het geluk wat God geeft, is er altijd, is er elke dag, is er volop en het is er in overvloed. Gods plan is zoveel beter dan het plan van deze wereld. Maar je moet het een keer gehoord hebben en je moet het een keer ontdekken en je ogen moeten ervoor opengaan. Want als je het niet ziet en niet hoort en niet gelooft, weet je, dan loop je dat goddelijke geluk, die zegen, loop je mis. Weet je, en dat gun ik niemand. Ik gun iedereen om deze sleutel te ontdekken. En ik heb een plaatje gemaakt. Klikken we even, ja, deze plaat. Er zijn eigenlijk dus twee manieren om in dit leven gelukkig te worden. De ene manier is de horizontale weg, de dingen die van de wereld zijn, zegt Johannes. En de andere weg is het hemelse geluk, de liefde van God de Vader, om die te ontvangen. En daar ligt een fundamentele keuze. En dat heeft te maken met waar jij je hart op richt. Dat heeft te maken met de keuze die jij maakt. Waar gaat je passie naar uit? Waar gaat je verlangen naar uit? Richt jij je op de dingen van deze wereld om gelukkig te worden? En de ene keer sta je weer en de andere keer word je weer omver geblazen. Of richt jij je op de liefde van de Vader? Die stroom van geluk die nooit meer ophoudt en er altijd is. Ik heb gekozen voor de liefde uit de hemel. Voor de stroom van de hemel, de liefde van de Vader. Dat is de stroom waar ik in wil staan. En dat is die stroom die ik elke dag ervaar. Die stroom van geluk die nooit meer ophoudt. In Matteüs 5 legt Jezus uit welke mensen echt gelukkig zijn. En hij legt de prioriteit niet bij de omstandigheden, maar hij gaat direct naar ons hart toe. Hij zegt echt geluk, dat is aanwezig in je binnenste. Heeft eigenlijk niks te maken met de omstandigheden. Dat is een leugen. Hij zegt, echt geluk heeft te maken met je binnenste. Het is een gevoel. En hij zegt, gelukkig zijn zij die nederig zijn. Want het koninkrijk van de hemelen is voor hen bestemd. En je mag de tekst laten zien, even het tekstgedeelte op een eerdere sheet. Gelukkig zijn zij die verdriet hebben. Want ze zullen getroost worden. Gelukkig zijn de zachtmoedigen. Want de aarde is voor hen. Gelukkig zijn de mensen die daar hunkeren dat Gods wil wordt uitgevoerd. Want zij zullen volkomen tevreden gesteld worden. Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart. Want zij zullen liefde ontmoeten en hulp ontvangen. Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en oprecht zijn. Want zij zullen God zien. Gelukkig zijn de mensen die vrede brengen. Want zij zullen zonen van God genoemd worden. Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen. Want het koninkrijk der hemelen is voor hen. En Jezus zegt hier dat je niet gelukkig wordt door betere omstandigheden. Hij zegt dat je gelukkig bent als je met een andere hartshouding in het leven staat. En Jezus zegt, als je deze hartshouding hebt,
die we net hebben gelezen samen, dan sta je voorgesorteerd voor echt geluk. En Jezus belooft aan mensen met deze hartshouding, belooft hij het koninkrijk. En wat wil dat zeggen? Dan hebben we het over blijdschap. We hebben het over vrede, dat vrede je hart regeert. We hebben het over gerechtigheid die van de hemel komt. We hebben het over troost, vertroosting als je verdriet hebt. We hebben het over innerlijke vervulling. We hebben het over kracht. We hebben het over liefde. We hebben het over een goede reputatie ontvangen van God. Al die dingen waar de wereld zo enorm druk mee is om daarna te zoeken. Daarvan zegt God, die geef ik vanuit de hemel aan mijn kinderen die mij zoeken. Is dat niet geweldig? Is dat niet verreweg de beste manier om gelukkig te worden? Om dat geluk te ontvangen, het vraagt wel om een keuze. De Bijbel zegt, houd niet van de wereld en van de dingen die in de wereld zijn. Als je van de wereld houdt, houd je niet werkelijk van de Vader. Met andere woorden, Jezus zegt hier, je kunt niet en heel hard achter de dingen van de wereld aanlopen, hoe goed ze soms ook zijn, hoezeer je ook kunt genieten van dit leven, en ik geniet ook heel erg van dit leven, maar mijn hart gaat er niet naar uit. Het is niet het ultieme waar ik naar zoek. Ik zoek naar het hemelse geluk. Dat is waar mijn hart naar uitgaat. Dat is waar ik naar verlang. En Jezus zegt, je vindt dit alleen als je hele hart daarop zet. Ik stop al mijn geld in dat mandje. Ik ga daarvoor. Geen andere opties. Ik wil het hemelse geluk. En als je daar eenmaal van geproefd hebt, mensen, dan wil je gewoon niet meer terug. Het is zo goed om Gods liefde te ervaren en dicht bij hem te zijn. En die zaligsprekingen die Jezus hier uitspreekt, die geluksverklaringen, die zijn dus geen nieuwe wet. Het zijn geen nieuwe 10 geboden. Het zijn geen ethische richtlijnen. Ze zijn op zoveel verschillende manieren geïnterpreteerd. Maar Jezus heeft het hier in de eerste plaats over zichzelf. Hij legt uit hoe hij zelf is. En volgens heeft hij het ook over iedereen die hem wil navolgen en die inwoner wordt of burger van het Koninkrijk van God. Want Jezus zelf was zachtmoedig en nederig van hart, staat in de Bijbel. Hij had soms verdriet over de dingen die hij aantrof. Hij hunkerde daarnaar om Gods wil te doen. Hij had een liefdevol en helpend hart. Hij was eerlijk en oprecht. Hij was een vredestichter. En ja, hij werd ook vervolgd, omdat hij anders was dan de mensen in de wereld. Maar het koninkrijk van God was op hem en was in hem. En hij was gelukkig. Volgens Gods definitie. En wij worden ook gelukkig als we meer en meer op Jezus gaan lijken. Als ons geluk niet langer bepaald wordt door de omstandigheden, maar als we ons geluk bepaald wordt door de vrede die vanuit de hemel komt. Als wij gaan lijken op Jezus en ook dat karakter ontwikkelen wat Jezus hier beschrijft, ja, dan gaan we ook vrucht dragen. Dan gaan we vrucht dragen, dan gaan we dat geluk ook om ons heen verspreiden. Gods manier van vrucht dragen is de ontwikkeling van je karakter. God zoekt pilaren om zijn koninkrijk te bouwen. Ik moet denken aan het woord van Richard van vorige week. God zoekt pilaren om zijn koninkrijk te bouwen. Weet je nog dat woord met die brug? God wil een brug bouwen waar mensen, veel mensen overheen kunnen. Dat is een grote toestroom van mensen. Ik zoek pilaren om die brug te bouwen zodat veel mensen er overheen kunnen en mijn koninkrijk binnen kunnen komen. En ik kom vandaag niet toe aan de bespreking van al die mooie karaktertrekken, maar ik wil er wel eentje uitlichten vandaag. Dat is de eerste. Er staat, zalig de mensen die, gelukkig zijn de mensen die nederig zijn. Jezus begint met nederigheid. En waarom begint hij met die karaktereigenschap die zo tegengesteld is aan alles wat de wereld ons aanpraat, zou ik willen zeggen. Al die cursussen en trainingen over zelfbewustzijn en over autonoom zijn en over voor jezelf opkomen en een plek innemen in deze wereld. Jezus zegt nee, gelukkig zijn de mensen die nederig zijn. Het is zo'n andere boodschap, zo'n 180 graden anders dan we vaak wel horen. En ik denk dat nederigheid de meest fundamentele karaktereigenschap is van elke inwoner van het Koninkrijk van God, van een christen. En het gaat hier dus niet over mensen met een laag IQ, want in de tekst staat, zalig de armen van geest, dat is hier vertaald met nederigheid. Arm van geest zijn betekent niet een laag IQ, betekent ook niet dat je arm bent in de zin van niet veel geld hebben,
betekent ook niet dat je last hebt van een mentale handicap of wat ook maar. Nee, het gaat hier over nederigheid. Het gaat hier over hoe mensen naar zichzelf kijken. Naar hun eigen kracht, hun eigen gerechtigheid en hun eigen mogelijkheden. Het koninkrijk is niet voor mensen die denken dat ze er juist heel goed geschikt voor zijn. Nee, het koninkrijk is voor de mensen die denken dat ze er ongeschikt voor zijn. Het koninkrijk is voor mensen die zeggen, ik ben het eigenlijk niet waard. Mensen die de moed hebben om naar zichzelf te kijken. Johannes de Doper zei, ik ben het niet waard om zijn schoenriem vast te maken. Dat is nederigheid. En ik wil 3 kenmerken geven van een nederig persoon. In eerste plaats, een nederig persoon is iemand die erkent dat hij of zij een innerlijke leegte heeft. Zodat ze gevuld kunnen worden, zodat die leegte gevuld kan worden met het geluk van de hemel. Nederige mensen zijn niet vol van zichzelf, maar ze zijn leeg van zichzelf. En ze kunnen gevuld worden met God. Wat zijn wij toch vaak vol van onszelf? Ik heb even een plaatje opgezocht van een glas water. Dat is even een beeld van hoe wij soms zijn. En we vullen ons leven met allemaal dingen. Ons hart vullen we met allemaal dingen. Uiteindelijk zegt God, ja, sorry, jouw hart zit zo vol. Ik kan er niet meer bij. Ik kan je niet meer vullen. En een nederig persoon, die heeft al die stenen, heeft hij weggehaald. Al die verlangens, alles waar je hart naar uit zou kunnen gaan. En zegt, nee, ik wil God ontvangen. Ik leg die verlangens aan de kant. Wat zit ons ego ons toch vaak in de weg? Er is wel eens gezegd van, als je het ego van een man wilt meten, dan kijk je wat voor auto die rijdt. Was gehoord? Hoe groter die auto, hoe groter het ego. Is dan de gedachte, hè? Kijk, ik ben het er niet mee eens. Heeft niks te maken met het feit dat wij een grote MPV rijden. Maar ik ben het er gewoon niet mee eens. Dat kan niet kloppen. Maar ons ego zit ons nog wel eens in de weg, is het niet? Onze eigen mening. En wat wij willen bereiken. En vaak is dat toch trots. Het vasthouden aan jouw dingen, aan jouw mening en jouw visie. En jouw, alles met jou. En God past er niet meer bij. Maar als je arm van geest bent, dan verwacht je het niet meer van jezelf. Dan ben je, de Engelsen zeggen, you come to the end of the rope. Je komt aan het eind van je eigen lijntje. En je staat daar met lege handen. En eigenlijk moet je zeggen, ik weet het niet meer. Heer, ik weet het niet meer. Heer, help. Ik ben aan het eind van mijn mogelijkheden gekomen. En als je arm van geest wordt, en ik geloof dat het ook een proces kan zijn in je leven, dan betekent dat al die dingen die je vroeger zo belangrijk vindt, daarvan zeg je nu van ja, ik vond het vroeger belangrijk, maar nu niet meer. Ik heb in de gaten dat al die dingen die de wereld mij biedt, al die dingen waar ik vroeger zo hard voor werkte, waar ik achteraan liep en waar ik naar streefde, die dingen die, weet je, ik heb nu door dat dat niet het echte is waar het over gaat in het leven. Dat is niet waar ik voor wil leven. Een mooi voorbeeld is de belastingambtenaar in de Bijbel. Waar Jezus op bezoek ging. Die uiteindelijk nederig werd en alles weggaf wat hij had. Hij kwam tot het besef van, ja, ik heb mensen bestolen. En ik heb mezelf verrijkt ten koste van anderen. Hij zei, dat kan het toch niet zijn, op die manier gelukkig worden. En die andere belastingambtenaar die in de tempel kwam, die zei, Heer, wees mij zondaar genadig. Die doorkreeg wat hij eigenlijk gedaan had. Die zei, Heer, hoe kom ik hier nog uit deze put? Ik heb u nodig. Dat zijn voorbeelden van mensen die nederig werden. En dan zeg je misschien van, ja, maar Martin, was Jezus dan ook nederig? Ja, Jezus, die was ook nederig. Toen hij naar de aarde kwam, kwam hij als baby in een stal, in een arm gezin. En toen hij in de hemel was, was hij koning. Had hij Gods heerlijkheid. Maar toen hij naar de aarde ging, legde hij die heerlijkheid af. En kwam hij in een arm gezin, in een stal, als een baby werd hij geboren. En hij legde zijn heerlijkheid af. Hij ontledigde zichzelf, staat er. Hij maakte zich leeg. Daar heb je weer dat woord leeg. Nederige mensen, die worden leeg van zichzelf, omdat ze ontdekken, ja, ik red het niet alleen. Ik heb God nodig. En de Heilige Geest, die reageert daarop. Mensen die uitzien naar hem, die het verwachten van hem, daar is de Heilige Geest juist gevoelig voor. Dat zijn mensen die hem zoeken, die tot hem naderen, die achter God aanzitten.
die zeggen, ja, maar dit heb ik ontdekt en dit wil ik ontvangen. Die liefde, die kracht en die zegen. En ik wil je vandaag dus bemoedigen. Als jij geworsteld hebt, je bent tegen muren aangelopen en je bent aan het eind van jezelf gekomen. Gefeliciteerd. Je staat aan de poort van de hemel vandaag. Want God zegt, zalig de mensen die arm van geest zijn. Zalig de mensen die nederig zijn. Want voor hen is het koninkrijk der hemelen. En als je op dat punt gekomen bent, dan is een simpel gebed genoeg. Heer, ik erken dat ik zelf niet meer verder kan. En wilt u mijn hart vullen? Wilt u mijn leven vullen met uw tegenwoordigheid? Want ik wil leven vanuit uw zegen en onder uw bescherming. Het tweede kenmerk is, nederige mensen verwachten het van God. Ze hebben het opgegeven om nog langer indruk te maken op God, om de schijn op te houden. Het zijn mensen die tegen God durven zeggen, ik ben niet wie ik zou moeten zijn en ik kan niet wat ik zou moeten kunnen. Ik geef me over aan u. Ik heb alles geprobeerd, maar het is niet gelukt. Het enige wat ik nog kan is vertrouwen op u. En dit vers 3, die nederigheid, dat is een drempel waar heel veel mensen niet overheen komen. Die drempel is simpelweg te hoog. En het koninkrijk van God, ik heb hier een plaatje gemaakt, is te vergelijken met een deur. Als je het koninkrijk binnen wil komen, dan is de deur van het koninkrijk bestaat eigenlijk uit twee delen. En het bovenste deel van die deur zit dicht. Je kunt er eigenlijk alleen maar naar binnen gaan door te bukken. Door te zeggen, Heer, ik kan alleen op deze manier naar binnen. En ik leg alles af wat ik heb. En anders kom je gewoon niet door die deur heen. Als je niet bereid bent om te erkennen dat jij het zelf niet meer redt, dan kom je dat koninkrijk niet binnen. God zegt, het is belangrijk dat je aflegt al die dingen. Ik ben niet onder de indruk van al jouw prestaties. Ik ben niet onder de indruk van je mooie woorden en van je mooie gebeden. Alleen als je erkent dat jij het niet langer kan, dan gaat de deur open. En dat is alleen het onderste gedeelte. En dan mag je binnenkomen. Dat is het koninkrijk van God. De Bijbel zegt, verneder je onder de machtige hand van God. En hij zal je verhogen. Heel veel mensen zijn op zoek naar Gods tegenwoordigheid. Maar weinig mensen brengen dat in verband met deze tekst. Met arm van geest worden. Met nederig worden. Maar als je niet leeg wordt van binnen, kan God je niet vullen. En het heeft niks te maken met hoe lang je al christen bent. Je kunt jarenlang christen zijn en toch weer helemaal vervuld worden van je eigen verlangens en je eigen leven. Petrus was vaak haantje de voorste. Hij was van de discipelen vaak de eerste die overal bij was. En op een gegeven moment zei hij tegen Jezus, zelfs als iedereen u verloochent, Jezus, als iedereen u verloochent, ik zal u nooit verloochenen. Dat is wat Petrus zei. Maar hij was nog niet nederig geworden. En later heeft hij zelf een brief geschreven, die staat ook in de Bijbel. Dan schrijft hij het volgende. Wees bescheiden tegen elkaar, want God is tegen trotse mensen. Maar voor bescheiden mensen is hij vriendelijk en goed. Wat een verandering heeft Petrus doorgemaakt. Er staat een nederige, geeft hij genade, staat in een andere vertaling. Dat is wat hij geleerd had, door schade en schande heen. En mijn laatste punt is, nederige mensen worden verhoogd door God. Nederige mensen worden verhoogd door God. Ik heb zelf ooit in mijn leven geprobeerd, toen ik de Bijbel las, ontdekte ik dat dit een sleutel was. Ik dacht, oké, dat is, ik moet nederig worden. Voortaan ga ik nederig zijn. Ik dacht, ik ga het gewoon doen. Maar wat ik ook probeerde om nederig te zijn, wat ik ook bad en wat ik ook deed, ik merkte, het maakt bij God geen enkele indruk. Want ik was nog steeds bezig om in mijn eigen kracht indruk te maken op God. En zelfs dat werkte niet bij God. Pas toen ik tot de erkenning kwam van, Heer, ik kan niet eens zelf nederig worden, al zou ik het willen. Ik kan het niet eens. Wilt u mij daarbij helpen? Op dat moment klonk er een gejuich in de hemel. En zeiden ze, eindelijk heeft hij je door. En toen veranderde alles in mijn leven. Wat een verschil heeft dat gemaakt. Heel vaak kijken wij door de ogen van mensen naar andere mensen. Dat moeten we niet meer doen. God ziet het hart aan. Jezus spreekt hier over het hart in de zalen spreken. Hij ziet wat jouw hartshouding is. We moeten niet kijken naar wat voor ogen is. Toen David werd geroepen en zou worden gezalfd als koning, toen ging Isaïe, die ging naar Bethlehem,
Samuel ging naar Bethlehem, naar Isaï. En Isaï was de vader van David. En die zei, ja, een van jouw zonen gaat koning worden. Roep ze maar hier. Dus die zonen die werden voor Samuel neergezet. En die eerste was een krachtig figuur, schone gestalte, slimme vent, veel mogelijkheden. En Samuel dacht, ja, nou, dit moet hem wel zijn. Maar God zei, nee, dit is hem niet. Toen kwam de tweede zoon. Die leek op zijn eerste broer. Maar God zei, nee, dit is hem ook niet. En toen kwam de derde, zei God, nee, dit is hem ook niet. En de vierde, en het ging zo door tot de zesde, en ze waren het allemaal niet. En toen zei Samuel, maar waarvoor ben ik hier dan gekomen? Heb ik God dan verkeerd gestaan? Nee, zei Isaï, wacht even, ik heb nog een onderdeurtje, en die is achter in het veld. David heet die. Moet ik hem nog halen? Nou, haal hem maar. En David werd door Samuel gezalfd tot koning over Israël. Weet je, God ziet het hart aan. God ziet het hart aan. God ziet niet aan wat voor ogen is. Het is zo menselijk. Ik durf te zeggen dat nederigheid de belangrijkste karaktereigenschap is in het koninkrijk van God. Er staat in de Bijbel, wie onder u de grootste is, de grootste, zal uw dienaar zijn. Jezus was een dienaar. Wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. Wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. Jezus vernederde zichzelf toen hij naar de aarde kwam. Hij ging de onderste weg. Hij ging de weg naar het kruis. Er staat in 1 Petrus 5 vers 6, vernedert u dan onder de machtige hand van God, opdat hij u verhogen te zijner tijd. Onze rol is niet om onszelf te verhogen. Onze rol is om onszelf te vernederen onder de machtige hand van God. Jacobus 4 zegt, vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Dus dat is de belofte. De belofte is dat God je zal verhogen. Je hoeft jezelf nooit te verhogen in het koninkrijk. Laat dat maar aan God over. Hij kan dat heel goed. In het koninkrijk zijn alle dingen omgedraaid, vergeleken met het koninkrijk van deze wereld. Maar nederigheid is klas 1 in het koninkrijk van God. En als je die klas overslaat, krijg je een hoop problemen in je leven. Botsingen met mensen, ego-strijd, gevecht om posities, om de beste plaatsen. Het is niet van God. Ik ga het samenvatten. In de zaligsprekingen legt Jezus uit hoe je gelukkig kunt worden vanuit de hemel. En dat staat haaks op gelukkig worden op aardse manieren. De zaligsprekingen zijn niet een nieuw soort 10 geboden die je zomaar kunt gaan doen. Er is ook geen morele code of een wet die toegepast moet worden. Maar de zaligsprekingen gaan over innerlijke transformatie naar het beeld van Jezus. Zodat wij gaan worden zoals Hij. En deze boodschap is in de wereld misschien heel impopulair, maar de wereld kent het koninkrijk van God niet. De wereld kent de liefde en de kracht van God niet. Zoals ik vorige week, toen ik hier stond, vertelde. Op mijn werk had ik een hele moeilijke situatie die ik aantrof na mijn vakantie. En ik was out of options. En ik had een deadline een paar dagen later en ik wist niet hoe ik het voor elkaar moest krijgen. En in de nacht van dinsdag op woensdag kwam de kracht van God. En ik werd zo geraakt door de kracht van God. Ik stond op en ik wist, het is allemaal opgelost. Het is gewoon opgelost. En de dagen daarna werd het een na het ander, alle puzzelstukjes vielen op hun plek en de deadline werd gehaald en het werd gewoon allemaal opgelost. Als je het eind van je opties bent, dan is daar God. Ja, en dat leven wil ik leven. Dat leven, ik wil het leven met God leven. Ik wil op hem rekenen, ik wil op hem bouwen, ik wil met hem leven. Weet je, en hij zal het maken in je leven. Je hoeft niet meer bang te zijn. Je hoeft niet meer bevreesd te zijn. Want hij zal het maken. Hij is er als hij er moet zijn. Maar ben je nederig? Ben je nederig? Jezus zei, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij ging de onderste weg. Hij werd uitgescholden, geschopt en geslagen. Hij ontledigde zichzelf. Hij werd arm van geest. Maar hij deed alleen wat hij de Vader zag doen. En hij gaf zijn leven aan het kruis voor jou en voor mij. En daarom werd hij door God verhoogd. Uitermate verhoogd. Hij kreeg een naam boven alle naam. Hij werd ten hoogste verheven. En het kon alleen maar omdat hij de onderste weg ging. Als jij hoog wil eindigen, dan is mijn vraag, hoe diep ben je bereid te gaan voor God en voor anderen? Dat is de vraag.
Die vraag mag je zelf beantwoorden. In het koninkrijk is er geen verhoging zonder verlaging. Er is geen verlaging zonder verhoging. Er is geen nieuw gezag zonder dat je arm wordt van geest. Jezus was het. Jezus leefde het. Jezus onderwees het. En daarom werd hij door God uitgekozen als redder, als heer en als gezalfde. En God zegt vandaag tegen jou, gefeliciteerd als je arm bent van geest. Gefeliciteerd als je op mij vertrouwt. Want ik zal je voorzien in alles wat je nodig hebt. En mijn kracht, mijn genade en mijn tegenwoordigheid is genoeg voor jou. Weet je, en daarom mag ons gebed vandaag zijn. Heer, geef mij uw nederigheid. Ik wil niet langer leven met mijn beperkte kracht, met mijn beperkt zicht, met mijn beperkte middelen, met mijn beperkte gerechtigheid. Maar ik wil leven uit uw kracht, uit uw woord en uit uw liefde. Geef mij nederigheid, Heer, zodat ik kan ontvangen wat u voor mij heeft. En dit is nog maar één sleutel voor het geluk wat God voor ons heeft. Ik heb vandaag nog maar één sleutel besproken van een hele lange lijst. En ik hoop dat ik er nog een keer een vervolg aan kan geven. De tijd gaat komen. Ik heb deze boodschap al 20 jaar op mijn hart. En nu was de kans om hem te geven. En de rest gaat nog een keer komen. En ik zeg amen. Ja, amen. Amen. Zullen we eindigen met een gebed? Heer Jezus. Heer, we komen voor uw troon. Heer, en we kijken naar u als ons voorbeeld, als onze held. U ging de diepste weg, u ging de onderste weg en u werd ten hoogste verheven. Heer, geef ons een nederig hart. Help ons te zien, Heer, wat ons allemaal bezighoudt en wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Wat van u is en wat niet van u is. Heer, en neem alles weg wat niet van u is. Zodat we opnieuw gevuld kunnen worden met uw tegenwoordigheid. Help ons, Heer, om niet te verlangen naar alle dingen die de wereld te bieden heeft. Heer, dat surrogaat geluk wat op en neer gaat, wat niet eerlijk verdeeld is. Heer, maar we willen staan in de stroom van de hemel, in het geluk wat u geeft. Heer, neem het maar weg uit ons hart, want we willen pilaren worden in uw koninkrijk. We willen dat geluk ook uitdelen. Heer, wat anders gewoon niet kan. We willen het uitdelen, Heer, omdat we het van u ontvangen. Op dit moment zegen ik ieder die hier is en die dat verlangen ook in zijn hart heeft om zo te leven en zo te worden zoals Jezus was en is. En ik zegen jullie met een nederig hart. En ik zegen jullie met de overvloed van Gods Koninkrijk, met zijn tegenwoordigheid, met zijn kracht en zijn liefde. Amen.